Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we lekker opmaken en kletsen. Allerlei leuke dingen doen. Nou, voornamelijk opmaken. Ik ben echt niet goed, want ik ben niet opmakerig. Makerig persoon. Ja, you know what I mean. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik weet ook niet of bepaalde dingen dat ik goed doe of hoe dat moet. Dus ja, it's gonna be a disaster. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren. Het belletje mee te nemen. En natuurlijk tikken vette duimpjes om. Oh. Ja, disclaimer. Ik ben dus echt niet goed, hè. Ik ben niet zoals de beauty gurus. Ik doe gewoon mijn ding. Ik gelukkig van word. Dat is wel mooi. We gaan met de video beginnen. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Dus ja, ik heb lekker thee erbij genomen. Dat doe ik normaal niet echt. Maar ik ben alleen thuis. Nick is weg. De jongens zijn naar school. Dus ik dacht, weet je, we maken er gewoon een hele relaxed, chill vibe van. Dat we gewoon allemaal even... Dat doen. Oké. Ik hoor je denken. Mijn haar zit zo omdat ik krullen heb. En als ik ga slapen en ik doe dit niet zo, dan zien mijn krullen er niet meer uit. Dus dit doe ik. Ik bind het zo vast. En dan kunnen mijn krullen hier zeg maar een beetje ademhalen. En dan de volgende dag zijn ze weer goed. Hoef je alleen een beetje water te spritsen. Eigenlijk ga ik dat nu ook niet eens doen, want het zit nog goed. Dus misschien morgen als ik het dan doe, een beetje water spritsen en dan is het weer goed. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, dus het wordt een beetje... Ja. Gewoon, je ziet wel hoe het wordt. Ik had laatst een Instagram foto geplaatst en dat ik een glow foto neerzette. Nou, en toen kreeg ik de vraag, hoe krijg je zo'n glow? Eigenlijk heel erg simpel. Ik moet nu voordoen hoe ik die glow krijg. Het is ook heel makkelijk. Als je kinderen hebt, kan het ook. Ja? Ja, het kan wel. Wat ik dus gebruik is hier van NYX. En die vind ik echt super, super, super fijn. Want die geeft je zeg maar zo een magic glow on your face. En wat ik dan doe is ik smeer dit gewoon over mijn hele gezicht heen. Of dat zo moet? I don't know. Maar we doen het. Oké, ik haal er een lekkere dikke dot uit. Oh, hij maakt een piepgeluid, hoor je dat? Want sinds kort gaat Memphis dus iedere dag naar school. En hij maakt echt lange dagen. Want vanochtend toen hij opstond, zei hij weer van... Oh, naar school, naar juf Kelly. Ik doe het gewoon met mijn handen trouwens. Eerst al een beetje twijfels over had. Ik denk, hoe zulke lange dagen? Hij zal wel moe worden en zo. Maar het valt mee. Ja, ik word altijd heel snel rood hoor. Maar dat trekt dadelijk wel weg. Een glow. En daarover doe ik dan de MAC Waterweight SPF 30 Foundation. Fond de tint. Ik kan totaal geen Frans. Dat is deze. Maar die is dus niet echt heel erg dekkend. Ik vind het dus altijd fijn om een heel lief laagje over mijn gezicht te hebben. Klopt natuurlijk helemaal niet de zin. Vooral als ik last heb van pukkels en zo. Nou, niet echt pukkels, maar meer van effenheden. En ik doe dat gewoon lekker zo. 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 En zo. En hier een beetje op mijn kin. And that's basically it. Oh, waar zijn mijn kwastjes? Ik ben mijn kwastje vergeten te pakken, wacht. Eventually. En dan heb ik, wacht, ik moet even plek maken hoor, want ik heb allemaal rommel hier. Oh, mijn haar zit in de foundation. Oké, kijk, zie, ik heb het al helemaal gefukt. Ronde bewegingen maken. Ik weet dat ik altijd haat, als mijn huid heel erg droog is, dat je dan van die schilfertjes ziet, weet je. Dus ik probeer heel vaak mijn huid wel echt te scrubben. Ik vind het lastig om naar jou te kijken en tegelijk mijn make-up te doen hoor. Omdat ik dit niet zo gewend ben natuurlijk. Maar ja, ineens. Ik denk dat dit wel heel goed ronde bewegingen. Ja. En dan nemen we de nek ook een beetje mee. Maar ik doe het niet te veel naar beneden. Want ik heb een wit colletje aan. En die duik ik dan helemaal onder de make-up. En als ik ergens zo een hekel aan heb. Is het dus als je hier make-up ziet. En vooral bij witte kleren. Je krijgt die motherfucking stain in je kleren. En dat wil je gewoon niet. Dus ja. Dus. Maar ja. Who cares what my opinion is. Maar ik vind het gewoon niet zo mooi. Als ik hiermee klaar ben. Dit is trouwens van de MAC. Beauty vloggers. Of beauty. I don't know. Dingen. En dit is de Stigma 1.4. Totally awesome. You just blend it out and it's flawless. Niks voor mij. Mijn beauty blender is gewoon van de Brie. Een paar euro. Hij is ook al wel een beetje nasty eigenlijk. Maar ik gebruik hem nog steeds, want ik vind hem heel erg fijn. Ik doe eigenlijk een beetje gewoon veegbewegingen. Volgens mij is dat echt een no-go als je dat doet, maar... Nee, ik doe dat gewoon. Ik ben te lui om helemaal... Voordat ik dan klaar ben, dan... ja, sorry, maar dan staan die kinderen al naast me te bleren. Dus dat heeft totaal geen zin als ik dit de hele dag ga doen. Dus ik vind dit wel oké, zo. Hoe ik er nu uitzie, vind ik dit oké. Oh my god, meer alsjeblieft. Ik ga nog even hier tussen mijn wenkbrauwtjes goed doen. Want daar hoopt zich altijd overtollig foundation op. En dat vind ik niet leuk. En ik doe ook even goed bij mijn oog, zo. Make-up een beetje eraf halen.
ook een beetje zo zachtjes. Zometeen hou ik helemaal geen foundation meer over, maar dat maakt niet uit. Ja, oké, ik ben klaar. En dan heb ik... Oké, hoe de fuck ga ik dit uitspreken? Deze heb ik dus van De Mac. Ik heb een jeuk. En daarmee ga ik dus al die kleine oneffenheden. Kijk, hier in mijn nek heb ik echt wat ik laatst eens ziek op huist. Verbergen. Maar dit ga ik even hier. Ik ga even naar onder kijken, want anders. Kijk, dan stip ik zo op alle donkere vlekjes die ik heb in mijn gezicht. Kijk, hier heb ik ook één. En dan ga ik met dit kleine dingetje, dit kwassie. Weet je, als ik gewoon van die korstjes heb, dan doe ik dat meestal. Maar als ik echt zo'n Oompa Loompa ding heb, dan, ja, dan is er gewoon geen foundation, geen make-up die daar tegenaan weet te bozen. Nu gaan we over naar de wenkies. Want ik kan dat niet zo goed. Oké, wat we allereerst gaan doen is omhoog borstelen. Ja hoor, ja hoor. Kijk, dan krijg je al een beetje een lift effect. Want ik heb echt hele kleine oogjes. Ervoor te zorgen dat mijn ogen nog groter worden. Ik zal ook nooit hieronder een zwart lijntje zetten. Want dan, dan lijken mijn ogen nog kleiner. Dus dat is echt een no-go voor mij. Ik ben gewoon niet geblest met grote ogen. Ik ben gewoon geblest met kleine ogen. En dat is ook een blessing. Dus ja. Ik weet alleen niet of ik echt een goede kleur heb. Oh, ik ben die ook vergeten te pakken. A few moments later. Ik vind hem af en toe een beetje te oranje-achtig. Maar ik kan mijn wenkbrauwkleur nog steeds niet echt vinden. Dus ik ben nog steeds op zoek daarnaar. Ja. Donkere poeder erop. Want ik doe het gewoon met poeder. En hier ga ik wel even dit voor gebruiken hoor. Want anders krijg ik het echt niet goed. Ik zweer het je. Oké. Dus zo. En ik doe niet al te veel poeder hoor. Want anders heb ik echt zo van die getekende dingen. En dat vind ik niet mooi. En ik heb best wel veel haar van mezelf daar zitten. Dus ik let het gewoon een beetje natuurlijk. Dit is wel lastig om te doen met de camera erbij hoor. Dit is me toch een cream joh. Dat wil jij niet weten joh. Weer focus meer. Kijk, want nu gaan nu alweer fout. Maar ik veeg ze zeg maar omhoog. Met dat kantje hier. Een beetje definition krijg. En heel zachtjes doe ik dat. Wenkies on fleek. Ik ga hem nu weer even borstelen. Om een beetje overtollige dingen er vanaf te halen. Moet er wel een beetje eunatvrijdeltje blijven. Dit gebruiken. En dit is dan om mijn haartjes op zijn plek te laten. En dan gaan ze niet alle kanten op. En ik heb wel met een donker kleurtje. Ik had voorheen had ik die, hoe zeg je dat? Geen kleur dus. Deze, maar dan zonder kleur. Gewoon een soort van gel. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar ja, omdat ik poeder gebruik, werd dat ook donker. Dus dat had totaal geen zin. En deze is van Maybelline. Kijk, zoals nu neem ik wel heel erg de tijd. Hè? Want zoals ik al zei, die jongens zijn lekker naar school. Normaal doe ik gewoon heel snel dit allemaal. Even een slokje. En dat is mijn, dit. Wimpers, hè. Ik kwam er even niet op. En dat doe ik. Oh, die moet ik ook even pakken. Wacht even. Ik heb deze. Het is al helemaal eraf gegaan. Dus ik weet niet echt of je het nog kan zien. Maar dit is echt mijn favoriet. En heel vaak moet ik heel erg lang zoeken om deze te krijgen. Waarom? Hij is echt heel inimini. En hij pakt echt alle haartjes. Ik heb hele lange wimpers, maar ik heb kleine ogen. En dat ik ook nog eens een keer hooded eyes heb. Dus dat wil zeggen dat dit zeg maar eroverheen valt. Lijken je ogen nog kleiner dan dat ze zijn. Heel vaak als ik dus mascara op doe, dan komt het hier. En dan hier. En dan zie ik weer mijn vlog met Ed. Denk ik, oh my god, man. En of ik nou waterproof gebruik of gewone. Ik heb alles al geprobeerd. En het helpt gewoon geen ene. Lol. Dus nee, ja. Dat is mijn luck, denk ik dan. Ik ga het even opdoen. En ik besteed altijd wel wat langer tijd aan mijn wimpers. En ik doe dat van onderaf naar boven. En heel langzaam. Hier gaan nog wel 180.000 laagjes overheen. Trouwens, ik weet niet of ik dat verteld had. Maar ik ben dus aangekomen. En niet zo'n klein beetje aangekomen. Echt best wel veel aangekomen voor mijn doen. Dus ik ga weer beginnen met, dieet wil ik het niet echt noemen. Maar gewoon weer mijn eten oppakken. Zoals ik het altijd had. Met toen ik op de weegschaal ging staan. En dat ik dacht, oh my god, what's happening here? Dus ja. Zoals altijd de tijd ervoor nemen. Dus het hoeft niet in één keer gecrashed te worden. 2000 years later. Ik neem gewoon de tijd ervoor. En dan heb ik deze ook nog. Deze is van Lancôme. Ik mix gewoon goedkoop met duur en duur met goedkoop. Who cares?
Ja. Doei knoei. Maar ik vind hem gewoon fijn om daarna eroverheen te doen. Ja, en nu gaan we denk ik helemaal out of the building. Helemaal in paniekstand, want ik ga nu dus dit doen. Ik weet, dat hoor je eerst te doen en daarna mascara. Ik vind het altijd fijner als ik mijn mascara op heb en daarna dit doe. Ik weet even niet, mijn oogschaduw doe. Waarom? Omdat ik dan zie hoe het staat. Als ik niet mascara op heb, dan lijkt het net alsof ik een blauw oog heb. Dan zie ik helemaal niet de mooigheid ervan. Dus vandaar dat ik het daarna doe. Heel onlogisch, I know, maar... Mijn kwast. Zo'n kwastje. Een karamel bronzen kleuren. En dan gaan we gewoon een beetje zo doen. Ja. En omdat ik hooded eyes heb, waar ik mee geblest ben, gaan wij heel hoog zitten. Kijk, wij gaan lekker hoog op die boog zitten. En dan zien we tenminste een beetje. Ratty. Ook weer ratty. En die heb ik echt al super lang. En ik gebruik deze, die hele donkere, voor hier. En ik gebruik die gecombineerd met die voor hier. En deze, die hele witte, doe ik daar hier in de binnenkant van mijn oog. Waarom doe ik dat in de binnenkant van mijn oog? Omdat ik ooit een keer ergens in mijn leven, in een boekje, een glossy magazine, I don't know, heb gelezen dat wanneer je dat doet, wanneer je kleine ogen hebt, dat je ogen dus groter lijken. En laten we daar nou voor gaan. We put it inside the eye, like this. Nou, let op de magie. Wauw. Ben ik al klaar? Nee, ik ben nog niet klaar. Dan gaan we met mijn... Heet dit een vlinderborstel? I don't know. Gaan we in mijn all-time favorite. Ik vind deze geeft je echt zo een mooie glow. Ik heb van allerlei soorten glowy spullen gebruikt. Maar dit is echt de bitch of the bitches. Be prepared for Jennifer Lopez. Deze is, die pigmentatie is amazeballs. Ik vind deze zo mooi. Ik wist voorheen dus niet waar je het echt moest zetten, die glow ding. Dus we deppen het zo erop. Kijk nou, oh my god, dit is echt... Kijk, en ik heb heel weinig gebruikt, hè. Deze kant gaat altijd beter dan die kant. Wie heeft dat nog meer? Ik heb altijd één kant, die gaat altijd amazeballs. En de andere kant is altijd een beetje mislukt. Dus als ik zeg foto... Kijk nou, oh my gosh. Ik doe het gewoon zo, want deze is zo heavenly sterk. Als het een drugs was, dan zou het echt speed zijn. Voor mijn lippen heb ik alleen een potlood. Enige die ik altijd gebruik, over and over again. En hij is €1,99, maar hij is fabutastisch. Ik ga altijd een beetje onder mijn natuurlijke liplijn zitten. Zodat mijn lippen groter lijken dan dat ze zijn. Maar een heel klein beetje, maar hoor, niet te veel, want anders lijkt het echt nep. Kijk, en hier ga ik ook echt een beetje die boog opzoeken. Hier zie je wel even een... Ik weet niet hoe mijn haar nu gaat zitten, want ik heb dus zo geslapen. Maar we shall see, we halen het er even uit. Oeh. Meestal shake ik het dan gewoon zo. Voor de dag. En wat ook het voordeel is, als je het zo in een doek wrapt, zo omhoog, dan gaan die haarwortels gaan dan de andere kant op staan. Dus dan heb je automatisch de volgende dag veel meer volume in je haar. Want ik heb echt heel weinig haar, maar ik zeg dat tegen mensen en zeggen ze al tegen me, Als ik een staart heb, kan je echt letterlijk gewoon op mijn skull kijken. Maar ik doe er alles aan om het zo voluminous. I don't know. Ik snap wat ik bedoel. Ik heb dus nu ook nieuwe producten voor mijn haar gekocht. Wat ik amazeballs vind. Maar daar ga ik nog een video over maken. Laat me trouwens maar weten of je daar een video over wil zien. Hoe ik mijn haar doe. Dus door hieronder even een reactie achter te laten. Dan gaan we hierachter ook nog even shaken. Goed alleen op je skull. Dus niet dit doen. Dan krijg je echt pluishaar van. In my serum. Ratty. Oké, en dit was mijn hele look. Van make-up tot haar. Nou, het is niet echt haar, want ik had mijn haar gisteren al gedaan. Dat is niet echt eerlijk. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven. Mijn vieze duim, I know. Er is allemaal make-up in gaan zitten. Not charming at all. Maar net. En dan zie ik jullie weer... Dinsdag bij mijn vlog. Geniet van het leven. Ja, dat wilde ik zeggen. Als een beetje positieve energie naar jou toe stralen. Weet je, gewoon een beetje. Weet je, ja. 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 Dat is. Oké.